Het is alweer dinsdag en het is 13 april. Welkom allemaal bij het 8 uur journaal met in het eerste half uur een gast uit Suriname, Karel Donk, die zal gaan vertellen over een zaak die daar wordt gevoerd aangaande mondkapjes. Tweede helft hebben wij een jurist uit Duitsland, als ik mij niet vergis. Goedenavond Jeroen, hoe is het met je? Ja, goedenavond Martina. Ja, we zijn natuurlijk druk bezig voor vrijdag, dus dat slokt op dit moment al onze energie en tijd op. Dus we gaan kijken wat dat wordt vrijdag. Maar we gaan nu eerst over Suriname spreken en daarna hebben we Vivianne Fischer uit Duitsland en dat wordt ook heel interessant. We gaan met haar over het vonnis van de rechtbank in Weimar spreken. En we gaan spreken over het aansprakelijk stellen van een arts in Duitsland. Die heeft iemand ingeënt en die is daarna overleden. Zonder dat voldaan was aan de informed consent. Dus die wordt nu privé aangesproken. Dus dat is heel interessant omdat het hier ook actueel is. Het gebeurt hier natuurlijk ook dat mensen overlijden. En het is belangrijk dat artsen weten dat zij niet gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid. Maar we beginnen met Karel Donk. Karel, welkom. Leuk je hier te zien. Ja, blij je beter zijn. Ja, we hebben tot nu toe alleen nog maar vooral over de mail, of tenminste over de app, contact gehad. Ja. Eerst even, wie is Karel Donk? Wie ben jij? Wat is jouw achtergrond? Suriname, geboren in Nigeria. Ik woon nu momenteel in Paramaribo. En wat ik in het dagelijks leven doe is softwareontwikkeling en webdevelopment. En ik deed ook fotografie, maar dat is nu een beetje minder gezien de omstandigheden die geworden. Je bent hier, want je hebt een procedure gevoerd over mondkapjesplicht. Daar gaan we zo over spreken. Wat is de situatie op dit moment in Suriname? Hoe ziet het er daar uit met de hele COVID-gekte? Net als alle andere landen, het is niet zo erg, denk ik, nog alles in Nederland. Maar het schijnt wel die kant op te gaan. We zijn nu op het punt om weer in een lockdown te gaan. Het komend weekend hebben we een total lockdown van vrijdag tot en met maandag. En het weekend daarop ook hetzelfde, total lockdown van vrijdag tot en met maandag. En we zitten met de avondklok door de week. Volgens mij is het nu van 9 uur tot 5 uur in de ochtend. Dus dat is nu de situatie. En hoeveel mensen overleden met COVID tot nu toe? Tot nu toe is het ongeveer 180. 180. En dat is met COVID? Ja, dat is niet aan COVID, maar met COVID, ja. Ja, en wordt dat als een nationale ramp beschouwd, deze getallen? De media probeert het wel een beetje als een ramp af te schetsen. En zodra je een dode hebt, dan wordt het flink opgeblazen in de media. En natuurlijk om de angst aan te wakkeren. Maar ik denk dat het overgrote deel van de bevolking zich niet meer zoals voorheen laat pakken door de media, door die angst. Dus dat valt wel een beetje mee. Want in het dagelijkse leven, worden de maatregelen nageleefd door de mensen? Over het algemeen, ik denk dat een groot deel van de mensen de maatregelen gewoon aan zijn laars laat. Dat is gewoon duidelijk te merken eigenlijk op straat. Eigenlijk moet je op straat gewoon met een mondkapje lopen. Maar ik denk dat ongeveer misschien een 70 tot 80% van de mensen gewoon zonder een mondkapje rondloopt. Dat is gewoon als voorbeeld. En de avondklok wordt wel nageleefd, maar social distancing ook niet echt, zover ik heb kunnen zien. En de politie, hoe is de handhaving daar? Kun je daar wat over vertellen? De handhaving hebben ze laatst nog verscherpt en ik heb vandaag nog in de media gezien dat ze de handhaving verder gaan aanscherpen.
Vooral met het oog op de komende lockdown. Maar er zijn bijvoorbeeld ook wel wat uitspattingen geweest met de politie, waar de politie hardhandig heeft opgetreden tijdens de avondklok. Net als in Nederland, waarbij ze gewoon bijvoorbeeld laatst waren ze een hotel gewoon binnengedrongen met een groot aantal manschappen. En ze hebben gewoon de eigenaar mishandeld en ook een paar gasten in het hotel. Dus dat soort toestanden hebben we ook hier in Suriname. En de middenstand en de restaurants, hoe zit het daarmee? Zijn die open? De restaurants zijn alleen voor afhaal open en alleen overdag. Dus je kan niet daar gaan zitten en dineren, dat kan niet. En de winkels? De winkels zijn voor een deel open. Ze publiceren welke winkels wel en niet open mogen gaan. En op dit moment mogen ze overdag wel open gaan. Ik denk de meeste winkels, maar tijdens die lockdown straks niet meer. En die winkels die zijn dan volledig open of ook zijn daar ook beperkingen dat daar maar 1 of 2 mensen binnen mogen? Ja, dus je hebt van 1 gezin mag maar 1 persoon naar binnen. Dus een beetje vergelijkbaar met Ja. hier. En hoe lang duurt dit nou al? Dit gaat al maanden, ik denk sinds vorig jaar in mei en juli. In die periode werd dus die lockdown aangescherpt en toen kwamen ze met allerlei regels. En de mensen, hoe nemen ze dit? Hoe staan zij daarin? Ja, dus men klaagt heel veel op social media, vooral op Facebook. Maar wanneer het erop aankomt, dan proberen ze zich wel te houden aan de maatregelen. Maar om echt iets te doen of iets te ondernemen tegen de overheid, dat durft men nog niet. En krijgt men schadevergoeding als men gesloten is? Nee, het is wat het betreft. We zaten eigenlijk al in een crisis, dus Suriname, voor een COVID-uitbraak. En dus de staat heeft gewoon geen geld. Dus je hoeft echt niet te rekenen op een schadevergoeding. Ja. Dus de winkels zijn dicht, ze kunnen niks verdienen, ze kunnen de huur niet betalen, maar ze krijgen totaal geen compensatie daarvoor. Precies, en in tegendeel heb je van bepaalde gevallen waarbij dus de overheid wel belasting gaat innen. Bijvoorbeeld laatst bij de casino's. De casino's waren gewoon maanden gesloten, maar de overheid ging gewoon om belasting te innen over die gesloten maanden. Dus daar heb je op de koopte ook nog. Hoe zit het met het verzet daar? Groeit dat een beetje? Want we hebben een tijd terug hebben wij veel contact gehad met een aantal mensen in Suriname die bezig waren met te proberen om mensen te gaan informeren. Maar ze zeiden toen, het was echt hopeloos. Iedereen geloofde nog. Hoe is dat op dit moment? Ja, dus het is, ik denk dat een groot deel van de bevolking die maatregelen zat is. En ze geloven ook niet echt meer in het hele COVID-verhaal. Als ik dus mag uitgaan van de reacties op social media. Maar net wat ik zei, om echt iets te ondernemen tegen de overheid, dat durven ze nog niet. Je hebt net een paar kleine groepen die gaan protesteren. Gisteren had je nog een groep die was gaan protesteren en ze hebben de leider opgepakt en meegenomen om het protest in te breken. En zit hij nog vast? Ik denk niet dat hij vastzit. Meestal als ze dat doen, dan laten ze de persoon na een paar uren weer vrij. Want zogenaamd had hij dus geen vergunning om te protesteren. En hoeveel mensen waren bij dat protest? Het was een klein protest, ik schat ongeveer 20 mensen. Dat is het grootste tot nu toe. Het grootste dat we tot nu toe hebben gehad, volgens mij, was ongeveer 50 mensen. Oké, daar is nog wel wat groei mogelijk, hè? Ja. Dan, hoe is de politieke situatie? Hoe wordt het gesteund in de politiek? Je bedoelt COVID? Ja, dit beleid.
Ja, politiek wordt het, ik denk, zowel door de oppositie als de coalitie gesteund op dit moment. Tenminste, ik hoor de oppositie niet met. Ik zie ze geen tegengas geven, tenminste, tot zover nog niet. Nee, dat is hetzelfde bijna als overal. Hier is het, ook bij ons is in het parlement nauwelijks tegengas, tot beperkt tot een aantal parlementariërs. Dan, waar we je voor uitgenodigd hebben, is, jij hebt een procedure gevoerd. Ja. Kun je daar even over vertellen? Ja, ik heb dus samen met Ricky Stuttgart, dat is een microbioloog verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname als docent. En met hem heb ik dus een rechtszaak aangespannen tegen de overheid tegen die mondkapjesplicht. En we hebben dat verloren ongeveer 2 weken geleden. En we hebben dus toen hoger beroep aangetekend. Dus dat moet binnenkort van start gaan, als het goed is. En kun je vertellen over dat welke gronden de rechtbank aangevoerd heeft om het af te wijzen? Dus de rechter heeft gezegd dat de overheid wel mag uitgaan van de adviezen van de WHO. En dat de WHO aangeeft dat die maskers werken. Tenminste, dus volgens de rechter. En dat de overheid dus mag uitgaan van hun adviezen. En dat het niet is gebleken dat volgens het advies van de WHO dat die maskers niet effectief zijn en dat ze. En de rechter heeft dus toegegeven dat er wel schade is die aangericht wordt aan de gezondheid van burgers. Maar dat de schade niet zodanig is dat de overheid die maatregelen niet mag doorvoeren. En tijdens die zitting, kun je daar wat over vertellen? Hoe stond die rechter daarin? We hebben dus vanwege die COVID-maatregelen gaat alles online. Dus we hebben niet echt meerdere zittingen gehad. We hadden maar 1 zitting, dat is op de eerste dag. En toen mocht de staat dus verweer voeren. En daarna ging alles elektronisch, dus via e-mail. En jullie zijn nu in beroep. Wanneer komt die zaak voor? We hebben nog geen datum gehad. Dus ik heb de memorie van grieven heb ik vorige week vrijdag ingediend. En we moeten dan horen wat dan de verdere stappen gaan zijn. Dus vanuit het kantongerecht. Waarmee jij die zaak gedaan hebt, wie is dat? Je bedoelt Ricky Stuttgart? Ah. Ja, hij is een microbioloog. Hij is verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En als docent. Oké. En in die universiteit, want hier merken we dat die universiteiten, daar durft eigenlijk niemand zich uit te spreken. Hoe is dat? Dat is voor haar of hem? Is het een. Ja, het is een hem. Ja, Ricky Stuttgart. Ja. Krijgt hij daar problemen mee op de universiteit? Nee, ik geloof niet dat hij op de universiteit problemen krijgt. Maar hij is ook iemand die heel kritisch is. En hij is al jaren bezig met het aanvallen van de overheid op verschillende gebieden. Ik denk dat hij in het verleden ook wel wat. Problemen in kaart met de universiteit, maar ik denk dat ze hem nu wel met rust laten. En jijzelf, merk jij daar iets van? Dat jij dit gedaan hebt? Ik merk op dit moment niet echt iets negatiefs, om eerlijk te zijn. Dus je merkt ook niet of je door de overheid sterker in de gaten gehouden wordt, of dat ze kijken wat je doet? Nee, ik denk dat ze me al jaren in de gaten houden, want ik ben al jaren kritisch tegenover de overheid. En ik noem ze eigenlijk de roverheid met een R. En ik heb ook in het verleden al artikelen geschreven, kritische artikelen over de roverheid. Dus ik denk dat ze me intussen al kennen.
Dus ik denk dat ze ook wel doorhebben dat ik niet iemand ben die zo makkelijk kan kunnen intimideren. Zijn er nog andere advocaten die zaken beginnen? Ik geloof dus dat er wel verschillende mensen zijn en ik denk ook organisaties die op de achtergrond bezig zijn te kijken van wat kunnen we doen tegen die maatregelen. Maar in het publiek zie ik nog niemand die echt bezig is met iets aan te spannen. En ik denk dat, want wij hebben ook heel lang moeten zoeken naar een jurist of een advocaat die ons wilde bijstaan in onze zaak. En ook, ik heb zeker een 4 weken lopen zoeken en rondvragen. En het bleek dus dat er heel wat advocaten zijn die gewoon niet durven. Om verschillende redenen. Waaronder reputatieschade of ze zijn bang voor de overheid, voor aan kunnen. Ik heb uiteindelijk iemand gevonden die me wel wilde bijstaan, maar dan op de achtergrond. Dus ik mag niet zeggen wie het is. Oké, dat was mijn volgende vraag. Dus ja, dat is... ja. Maar hij is advocaat of jurist? Hij is een advocaat, ja. Oké. Gaan jullie nog meer procedures voeren? Want dat is wel mooi, hè? Jullie kan het kantonrechten, begreep ik, dat je ook helemaal geen procesvertegenwoordiging nodig hebt. Hè? Dat geeft je natuurlijk enorme voordelen. Ja, dat klopt. Je mag in persoon procederen. En natuurlijk moet je hebt wel kennis nodig, want, van hoe de procedure eigenlijk verloopt en hoe je stukken moet indienen. Dus daarvoor had ik eigenlijk een advocaat of jurist nodig, want ik een verzoekschrift schrijven, dat zou ik wel kunnen. Maar de hele procedure van hoe je het moet indienen, welke stap je moet volgen, daar had ik dus vooral advies nodig. En we zijn in ieder geval wel bezig om te kijken wat de volgende zaak wordt, die we gaan voeren. Maar je zegt binnenkort gaan ze daar ook volledig in lockdown. Doen ze enige belofte hoe lang dit nog gaat duren? Of is het net als hier? Ja, helemaal niet. Dus het is waarschijnlijk zolang ze zin hebben, denk ik. En zolang ze het kunnen gebruiken, waarschijnlijk gaan ze waarschijnlijk hiermee doorgaan. Tenminste, daarop leek het. Komen mensen intussen niet enorm in de financiële problemen? Ja, er zijn heel wat mensen die in financiële problemen komen. Er zijn bedrijven die sluiten. Mensen die bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen. Dus er zijn heel wat problemen, maar waarschijnlijk heeft het nog niet een zodanig breekpunt bereikt dat er een groot genoeg aantal mensen zeggen van oké, nu is het genoeg. Dus ik denk dat ze het nog proberen vol te houden. Ja, maar je kan wat beter in het binnenland zitten op dit moment dan in Paramaribo. In het binnenland ben je in ieder geval vrijer dan in Paramaribo, ja. Vooral met die lockdown. Ja, ik wil even kijken of er nog vragen zijn van kijkers. Martina. Ik ben even aan het kijken. Nou, ik zie eigenlijk op dit moment... Oh ja, wel een goede vraag. In welk seizoen zit Suriname nu? Wij zijn natuurlijk nu bijna... Wij zitten nu in april, de R is bijna uit de maand. En einde van verkoudheid en griepseizoen. Maar hoe zit dat in Suriname? In Suriname gaan we nu naar de grote regentijd. En dat is meestal de periode waarbij je veel griepgevallen hebt. Dus ik ga ervan uit dat... die COVID-gevallen tussen aanhalingstekens dus nu wel gaan toenemen. En bij artsen, zijn daar kritische mensen tussen of doet iedereen gewoon lekker mee? Er zijn kritische mensen, maar die durven niet in publiek te praten. Dus op de achtergrond zeggen ze wel wat, als je ze misschien persoonlijk spreekt. Maar ze durven niet om... openlijk uit te komen voor hun mening. Nou, dat is zover in ieder geval. Wat zeggen ze over de situatie in de ziekenhuizen? Ik heb
Persoonlijk heb ik niemand gesproken daarover, over de situatie in het ziekenhuis. Maar het is op dit moment niet van die aard dat je zou kunnen zeggen dat je een lockdown kan rechtvaardigen. Dus daar, hoeveel intensief bedden, hoeveel intensive care bedden zijn er eigenlijk in Suriname? Het exacte aantal ken ik niet uit het hoofd. Maar het is niet een groot aantal, ik denk ongeveer 20 of minder dan 20. En men vertelt daar ook dat dat voor de intensive care bedden is dat men dit doet, toch? Ja, ja precies. Dus ze proberen, dus daarmee rechtvaardigen ze eigenlijk die lockdown. Want ze zeggen van het moet niet zodanig gaan oplopen dat er geen intensive care bedden meer zijn. En dat mensen dan niet meer opgenomen kunnen worden. Ja. Wie is jullie van Dissel? We hebben niet echt een Van Dissel hier. Het is meer de minister die zelf de persconferentie doet. En nu is hij even uitlandig voor persoonlijke zaken, hebben we begrepen. Dus nu heeft, ik geloof de directeur van Volksgezondheid, heeft overgenomen van hem. En mogen jullie reizen? Of wordt dat ook gezegd? Nee. Ja. Nee, officieel zijn de grenzen gesloten, maar we merken dus dat bijvoorbeeld als de minister op reis gaat, dan mag je wel. Dus er zijn bepaalde uitzonderingen voor mensen in de overheid die er gemaakt worden. En hoe zit het met toerisme op dit moment? Helemaal geen toerisme. Dus officieel zijn de grenzen gewoon gesloten. Horen jullie wat van buurlanden, hoe het daar is? Vooral van Brazilië, want de situatie zou daar op bepaalde plekken behoorlijk ernstig zijn. Dus dat gebruikt de media ook. En natuurlijk op social media gebruiken ze dat ook om iedereen bang te maken. Want het moet hier geen tweede Brazilië gaan worden. Dus dat is wat je hoort. En andere buurlanden die zitten allemaal in precies dezelfde situatie? Ja, in ieder geval van Guyana hebben ze ook een soort gelijke situatie. Martina, heb jij nog vragen? Nee, ik heb eigenlijk niet zozeer vragen. Wordt hier wel ondertussen op de achtergrond behoorlijk berekend. Dus voor mensen hun beeldvorming, dat er 180 overlijdens zijn op basis van 600.000 inwoners. Dus dat is een percentage van 0,03. Met andere woorden, waar hebben we het over? En er wordt ook vermeld dat er maar 50 IC-bedden zouden zijn in Suriname. Volgens mij 20, toch? Wat zei je? 20 volgens mij. Nog minder. Ja. Ja, het is heel lastig voor te stellen, maar ik heb het idee, zijn de mensen in Suriname over het algemeen gezonder dan in Nederland, denk je, Karel? Het is een moeilijke vraag om te beantwoorden, maar in ieder geval zijn er niet zoveel besmettingen hier waarbij je zou kunnen zeggen dat we zo'n zware lockdown kunnen rechtvaardigen. En het testbeleid, ja. Hoe is dat? Kun je daar wat over vertellen? Ja, dus in het begin was het heel slap. Ik denk dat ze toen alleen mensen gingen testen die symptomen hadden. En die zelf vroegen om getest te worden. Maar vanaf begin augustus 2020 zijn ze begonnen met veel meer testen dagelijks. En het schommelt tussen de 100 en de 200 testen gemiddeld per dag. 200 testen per dag. Hoeveel inwoners had Suriname? 600.000. 200 op 600.000. Ja, op sommige dagen heb je meer testen, tot 300, zelfs 400. Maar gemiddeld is het tussen de 100 en 200 ongeveer. En hebben jullie al iets gehoord over sneltesten? Ik weet niet of ze dat hebben op dit moment in Suriname. Ze zijn nog niet bezig met dat je nergens naar binnen mag zonder een sneltest. Nee, daarover heb ik niks gehoord. Die testen worden meest gedaan bij de ziekenhuizen zelf. En de vaccinaties,
Hoe loopt het daarmee in Suriname? Ze zijn vorig maand begonnen met de vaccinaties en ze proberen het steeds op te voeren. Dus volgens mij willen ze gaan naar 10.000 per week, als ik me niet vergis. Maar ik geloof dat er nu ongeveer 30.000 vaccinaties zijn gedaan. Tot zover. En wat hoor jij om je heen? Zijn mensen blij zich te laten injecteren? Ik denk dat het ongeveer 50-50 is. Je hebt mensen die zich graag willen laten vaccineren. En je hebt mensen die zeggen van, nee, we gaan het niet doen. We gaan gewoon wachten, want het is experimenteel en er zijn heel wat problemen. En we hebben laatst 2 overlijdensgevallen gehad. Als gevolg van vaccinaties. Ik denk dat er een groot deel van de bevolking kijk nog wat er gebeurt. Die mensen die overleden zijn, wat waren dat voor mensen? Jongeren of ouderen? Ik heb vernomen, niet van officiële berichten, maar van social media heb ik vernomen dat het iemand moet zijn geweest van 80 en iemand van 75. En het verpleegpersoneel, die worden nu al ingeënt? Ja, die waren als eerste. Die waren de eerste groepen die werden ingeënt, ja. En wanneer laat jij je inenten? Nooit. Ja, nee. Ik neem voor de rest van mijn leven geen vaccin meer. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. Zijn er verschillende vaccins? Of welke heb je in Suriname? We hebben van AstraZeneca. Alleen die voorlopig, ja. Oké, dat is de enige die daar gebruikt wordt. Ja. Oké. Ik heb nog wel wat vragen, inmiddels via Facebook. Hoe is het met de censuur? In Suriname, kun je daar eigenlijk alles gewoon posten op Facebook of wordt ook heel veel gecensureerd? Ja, op Facebook wordt er ook wel veel gecensureerd, maar het is het beleid van Facebook zelf. Dus van tijd tot tijd zie je dus dat er berichtjes komen onder je post dat over factchecks en dat soort dingen. Maar soms worden je posts gewoon offline gehaald, ook door Facebook. En het kan ook voorkomen dat mensen je post rapporteren. Dus ik denk dat wat social media betreft, dat censuur te vergelijken is met het buitenland. Maar wat we hier ook hebben gehad, is dat je ook een soort van zelfcensuur hebt gehad onder de media, waarbij de media bepaalde artikelen bijvoorbeeld gewoon niet wil publiceren. Vooral als het kritisch is naar het beleid of als het tegen het officieel narratief ingaat van de overheid, dan weigeren ze om bepaalde dingen te publiceren. Okay. Ga maar door. Sorry. En hoe is het op scholen? Gaan de kinderen bij jullie gewoon naar school of hebben ze ook thuis school? Op dit moment zitten we weer in een vakantieperiode en ik geloof dat het opengaan van de scholen momenteel even is uitgesteld. Ik weet niet voor hoe lang. Maar daarvoor waren de scholen wel open, maar dan om de ene dag. Echt heel bizar, hè? Jeroen, als we gaan kijken puur naar percentages en dergelijke, waar hebben we het over? Nou ja, goed, het is overal hetzelfde eigenlijk. Even, Karel, hoe zie jij de toekomst van Suriname? Wat is jouw gevoel en jouw verwachting? Op welk gebied? Bedoel je economisch? Hoe gaat dit aflopen in Suriname, denk je? Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat hier is er niet meer zo eigenlijk veel over van het buitenland. Dus men kijkt vooral denk ik naar Nederland, wat het beleid daar is, en dan nemen ze dat gewoon over als het gaat om COVID. Dus ik denk dat zolang daar niet veel gaat veranderen, dat het hier ook niet veel gaat veranderen. Maar hoe gaat Suriname dit economisch overleven? Want het was al een crisis, zei je. Dus ja, dit wordt een catastrofe. Ja, het wordt
zeer zeker een catastrofe als ze zo doorgaan. En dus daarom denk ik dat als het zo doorgaat, dat op een gegeven moment verwacht ik wel dat er een behoorlijk aantal burgers en ik denk ook instanties en bedrijven gaan opstaan en gaan zeggen van oké, nu is het genoeg. Is er al honger? Ik denk onder bepaalde groepen zeker wel. Ja, dus het zal niet beter worden. Martina? Ja, er is zeker nog een vraag. Komen er langzamerhand protesten en dergelijke op gang? En ik ben nog nooit in Suriname geweest, helaas, maar ik zie het toch ook voor me als een soort van community. Dus denk je dat je daar bijvoorbeeld politie heel makkelijk daarin mee zou kunnen krijgen? Er zijn wel protesten, maar het is nog sporadisch. Er zijn twee groepen die af en toe protesteren. Ik denk om de 2 of 3 weken. Maar het zijn kleine groepen van 20 mensen tot maximaal 50 mensen die protesteren. En voor wat betreft de politie, denk ik niet dat we ze op dit moment mee kunnen krijgen. Houden zich aan de handhaving en doen wat de overheid van ze vraagt op dit moment. En nog wel. Ja. Oké. Even kijken, is er al een viruswaarheid Suriname? Nog niet. Nee. Ik denk dat dat Ricky Stuttgart en ik momenteel de enige zijn die echt bezig zijn met tegengeluid en de andere informatie proberen te verspreiden.